Hallo iedereen, en voordat deze video begint wil ik eerst even zeggen dat er een link in de beschrijving staat naar bol.com. Want deze week heeft bol.com een campagne met verschillende gaming deals. Waaronder je 3 games kan kopen voor 50 euro. Dus dat is een groot dealtje. Ten tweede is er ook een PS4 console te koop met gratis GTA 5 erin voor de scherpe prijs. En ten laatste zijn er ook allemaal gaming accessoires die geprijsd staan. Dus iedereen, check even de link in de beschrijving uit. En wie weet vind je daar wel je eigen dingetje en kan je iets vets kopen. Maar nu begint de video echt. Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag zijn we terug met GTA. Ik speel niet op mijn eigen account, puur omdat ik daar iets te arm voor ben. Maar ik speel op het account van Younes. Dus check zijn Twitter in de beschrijving en shout-out naar hem. En vandaag gaan we een auto pimpen die afgelopen dinsdag is uitgebracht. En dat is de, als we naar Legendary Motorsport gaan. Dat is het Principe D-Vest 8. En deze is geïnspireerd eigenlijk op de Mazda Fury. En ja, dit is wel een heerlijk wapentje. Wacht hoor, ik heb hier een bestandje bij me. Hij lijkt op de X80 Proto, op de Visione en de Tesseract, als ik het goed heb. Nou, zo ziet hij er een beetje uit. Dus die gaan we vandaag pimpen. Ik zit wel in het verkeerde gebouw. We gaan even de auto gewoon ophalen. Ik weet totaal niet. Ja, ik moet naar zijn racebaan gaan. Maar ik ben in het verkeerde gebouw. Dus we moeten kijken wat voor auto ik hier kan vinden. Want ik heb helemaal zijn garage nog niet bekeken. Ik ben benieuwd welke auto's we zullen zien. Dan kunnen we even er naartoe rijden. Rustig aan. Oké, ik heb even zijn proto genakt. Dus we gaan gewoon gezellig naar, naar dat area, naar dat gevechtsarenaatje. Die zit ergens daar. Oh, kut. Het rijden is erger geworden dan nog vroeger geleden. Nee, ik reed. Godverdomme, jongen. Die proto bleef ook altijd vet, hè. Ik zweer het je. Oh, oh. Ja, hop. We zijn er. We zijn er. Remmen! Nee, 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 nee. Hop. Zo, jongen. Holy damn. Oké. We zijn aangekomen in dat dingetje hier. We kunnen via hier, via de poort naar binnen. En ik ben benieuwd of je dit autootje wel een beetje goed kan pimpen. En of ze performance wel goed zijn. Dus ik ben echt wel heel erg benieuwd. Even een slok drinken. Zo. We zijn er. Volgens mij is dit het. Dit is de auto. Ja, dit is hem. Heel nice. Zo, die achterkant, jongen. Holy shit, die achterkant. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Aan de ene kant vind ik hem vet. Maar aan de andere kant ook niet. Oké, pimpen. Hoppa, armortje er gewoon opgooien. Brakes er ook gewoon opgooien. Bumpers. Valt mee hoeveel voorbumpers je hebt. Oké, je hebt dit. Dat maakt het wel natuurlijk een detail en wordt vetter. Secondary color kan het. Black. Ik vind het wel een mooi zwartje. En carbon. Nee, nee, nee. Ik denk dat ik gewoon voor secondary ga. Achterbumpers. Zo, die achterkant echt. Die uitlaat. Oh my god. Oké. Die uitlaat. Ik denk dat ik echt secondary diffuser pak. Ik vind die leuker dan de laatste. Oké, het chassis. Secondary trim. Carbon. Oh, light strip. Ik denk dat ik die voor die strips ha. Nou, waarom niet, hoor. Engine, gewoon top uit. Zo. Oké, die uitlaten. Wacht, wat verandert er? Je ziet niet echt veel verschil. Je ziet niet echt veel verschil, natuurlijk. Omdat het is daar donker. Weet je wat? We nemen het gewoon duurste titanium jet. Zo. Rustig aan, vriend. En natuurlijk zetten we ook een hoorn erop.
Oeh, oh, je kan dan nu ook natuurlijk de kleur van je lampjes aanpakken, maar wij pakken gewoon een standaard. Ja, ik gooi eigenlijk altijd neon erop. Kleur doen we later. Oké, delivery. Holy de, ik vind het er wel strak uitzien hoor. Echt zo. Precies ledverlichting of zo. Nee, dat is weer te lelijk. Dit maakt het ook weer lelijk. Ook lelijk, nee. Ja, dat is ook wel vet. Ik denk dat ik gewoon voor deze. Ik vind dit echt. Het is misschien wel roze, maar het ziet er echt wel vet uit. Sorry, ik pak het. Het ziet er echt vet uit. Respray doen we later. Spoilers, holy damn, je hebt er wel. Oké, een flik spoiler. Dat is gewoon een kleintje. Dan gaan we over naar een meer leukere spoiler dat ik vind. Wat is het verschil hier? Oh, de kleur dat ik kan aanpassen. Carbon doen we sowieso niet. Twee mini split Areo spoiler. Oh, dat is ook wel vet. Livery GT spoiler. Ik vind die eigenlijk het vetst hier. Hij is niet toen. Nou, ik weet het niet. Die is te groot. En die is perfect eigenlijk. Maar die heb ik nog nooit gezien eigenlijk in een GTA. Maar ik vind hem wel. Het is wel vet, maar aan de andere kant is het ook weer lelijk. Weet je, ik ga gewoon op gevoel en neem deze. Zo. Hoppa. Even nog eentje lager. Die staat hier echt heel laag aan de grond. Holy damn. Oké, transmission. Turbosje erop gooien. Wheels. Daar gaan we voor de SUV waarschijnlijk. Oké, SUV. Oké, dit. We nemen deze gewoon. Neem deze gewoon. Color doen we zo meteen. Maar ik weet nog echt niet wat voor kleur ik ga nemen eigenlijk. Windows kunnen we nog blenderen. Dan zijn we er. Dan gaan we nog gewoon het kleurtje aanpassen. Hoppa. Primary color. Ik kijk. Dit vind ik echt wel dope. Ja, ik weet het. Het is mat op een supercar, maar ik vind hem eigenlijk er echt wel dope uitzien. Sorry hoor jongens, maar ik hou echt van mat kleur. Moet je kijken, Midnight Purple ziet er ook wel vet uit hoor. Weet je, we kijken even eerst. Ben je gewoon metallic? En dan gaan we zeggen, want dit ziet er eigenlijk ook wel strak uit. Ik weet het niet. Ik vind mat kleur, ik hou van mat hè. Maar dit maar is ook niet verkeerd hoor. Gaan we voor glans? Ja, we gaan voor glans. We gaan voor glans. Kunnen we dit ook? Wacht. Kunnen we dat wel? Nee, we gaan heen om mat en metallic door elkaar. Zo, iemand is aan het exploderen, joh. Ja, wit. Even kijken bij wit. Maar we kunnen wel mat wit pakken. Ice white. Nah. Of midnight. Dark blue. Ik vind hem eigenlijk echt zo er strak uitzien, jongens. Kunnen we wel nog de trim color doen? Doen we ook gewoon. Hoppa. Maakt niet echt veel. Ik vind hem eigenlijk zo er echt dope uitzien. Dit is een beetje mijn stijl. Een beetje future. Niet zo old school, maar future maken. Dan kunnen we nog de banden doen. De banden kunnen we. Ja. Ja, we doen gewoon rood. Klaar. En de smoke doen we purple. Dan kunnen we nog de light kleur doen van de neon kit eronder. Light hier. Neon. Of we kunnen die echt ook paars gewoon doen. Of hot pink. We kunnen die paars. Of hot pink. Ik vind hot. Fuck it, joh. Fuck it, joh. Ik doe gewoon deze. Ik ga eruit. Ik vind dit echt een vet bakkie. Sorry, dit is echt mijn smaakie. Oh my god, dit is wel een vet ding, hoor. Zo, jongen! Ha! Ik vind hem echt er nice uitzien. Veel van jullie zullen hem misschien lelijk vinden, maar ik vind hem vet. Maar
Dat geluid. Oh, is dat beschadigd? Kut. Oh my god, dit geluid. Sorry jongens. Oh, wat is er hier gaande? Iedereen zit hier op vliegveld. Misschien moet ik daar niet heen gaan. Maar ik vind het echt een vet bakkie. Hij gaat wel snel. Hij schakelt snel. Moet je luisteren. Iedere keer moet je luisteren naar hoe hij schakelt. Oké. Eerste. Tweede. Derde. Vierde. Nou, op nee, in principe valt het mee, wacht hoor. Tweede. Derde. Vierde. Vijfde. Oké. Okay. Net de eerste, tweede en derde schakelt hij snel. Vanaf de vierde. Dan moet hij er wel even over doen. Maar dit treedt wel super lekker eigenlijk. Oh. Het is eigenlijk echt een lekker bakkie. Maar hoe is hij in de bochten? Hij is niet echt. Hij is niet echt steady on the ground, denk ik. Oh! Oké, we moeten even een bocht vinden. Nee, hij is niet echt bochten goed. Oh! Zo. Die vent wordt aan de kant gebeurd. Oké. Okay. Hij stuurt wel scherp. Oké. Okay. Hij stuurt wel scherp. Ja, hij stuurt wel scherp. Maar meteen. Hij is wel, zeg maar, niet echt steady. En wat steady bedoelt, als hij dit gaat doen. Oké, okay, dan slip je hem er wel uit. Maar ja, ik vind het een vet bakkie eigenlijk. Hoppa. Nou, ik vind hem vet. Ik vind hem vet. Dus ja, meer kunnen we ook niet doen. We hebben hem gepimpt. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Hij is ongeveer een $1.700.000 in de aankoop. En voor het pimpen betaal je maximum $500.000, denk ik. Dus ja, ik vind het wel een vet bakkie. Ja, dus iedereen. Heb je genoten, doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren, een belletje te drukken. 3 dingen dat je hoeft te doen. En dan zie ik jullie de volgende video weer terug, mensen. Bye. Bye.